bij de team USA's. Maar ook de dames uit China mogen absoluut niet uitvlakken als het gaat om beachvolleybal. De gast hier in Apeldoorn is voor het eerst. De andere dames die in het centercourt staan zagen we al eerder. En zij gaan ervoor zorgen dat er natuurlijk weer een team gaat afvallen na het komende duel. En een team zich gaat plaatsen voor de volgende ronde. De volgende tegenstanders zullen dus zijn Ross en Walls. Kom uit dit duel. Ja, we hebben natuurlijk gezien dat legendarische duo. Maar dat hebben we nu alweer. Want we hebben weer Emily Day en Jen Cassie. Wereldkampioen. Ontzettend naar hun zin in de volleybalhoofdstad van Nederland. Ik heb het al een paar keer gezegd. En dan kan ik ook nog wel nog een keertje gaan vragen, want ik hoop dat er inmiddels een paar bijgekomen zijn. Die twee grootste verenigingen van Nederland hier in Apeldoorn. Zijn er inmiddels mensen van Alterno? Ja, waar waren jullie daar net? Want ik ben een beetje voor Alterno. En collega Martijn is een beetje meer van Dynamo. Die zijn altijd met meer, die maken altijd meer lawaai in het stadion. Moet je maar even horen. Waar zijn de mensen van Dynamo? Oh, dat valt een beetje tegen. Nog één keer, Alterno! Dynamo! Ah, 1-0 voor Alterno. Ja, die teams gaan elkaar dit jaar voor het eerst sinds lange tijd ook weer tegenkomen in de Eredivisie volleybal. Als het gaat om de mannenteams. Want Dynamo promoveerde afgelopen jaar naar de Eerste Divisie. Waar natuurlijk Dynamo al niet meer uit weg te denken is. Als het gaat om Eredivisie volleybal in Nederland. Ja, ze gaan het lastig krijgen dit jaar, geloof mij. Toch, Alterno? Tuurlijk. De buk erin. Maar, de dames van Alterno zijn natuurlijk wel de absolute top van Nederland. Hè. Dat mogen we niet vergeten. Alsjeblieft. Vorig jaar nog Europese volleybal in Apeldoorn. Absoluut genieten. Ladies and gentlemen, welcome to the FIVB Beach Volleyball World Championships. In the Netherlands. Welcome to the final match of the afternoon program. Let me introduce our referees to you. Apeldoorn, please welcome our first referee from Switzerland, Mr. Jonas Personeni. And our second referee from the Czech Republic, please welcome Milan Fahutka. And ladies and gentlemen, in the center court of Apeldoorn, now we're up to Team China, playing with number one, Fan Fan! And playing with number two, Chuan Chui! And now, from the team of USA, number one, Jennifer Cassey! Emily Day! Next match in the volleyball capital of Holland, Apeldoorn. Referees, are you ready? Players, are you ready? Let's play ball.
al 3-0. Sterke Chinese team, de groepswinnaars. En Yuan Yue, een van de grootheden uit China. Al 10 seizoenen actief, 66 toernooien gespeeld. Dat is een furieus begin van de Chinezen. Meteen vuurwerk. En dat tegen Jane Cassie, de zilveren medaillewinnares van de Spelen in Londen. Seizoenen actief, 36 toernooien gespeeld, 27 jaar, uit Californië. No. Yes, we moeten even warm draaien. En Jane Cassie, dames en heren. Een jaar is het dus uit geweest om moeder te worden. En wil op het hoogste niveau. De wereldkampioen van 2009, Jane Cassie. Doen we samen met April Ross, nu met haar nieuwe partner, Emily Day. Heel mooi dat de spelers met elkaar coachen. Als je niet zo vaak hebt iets voor je gehoord, dames en heren. Mooi om te zien. De tekens ook die de spelers met elkaar geven, dat heeft te maken met wie welk deel van het veld verdedigt. Wordt eigenlijk elke keer opnieuw besloten. Nieuw zijn. Ik zal proberen namelijk wind, regen en zonnestralen
verdelen over beide teams. Daarop de wissel met dat zorgt ervoor dat het niet netjes is. De servers voor Team USA. Daarmee voorsprong voor Team China op 12-9. Gaan aan de kant voor een technical timeout. En er wordt gevraagd aan door de dames van Team USA of gesproeid kan worden op het te hete zand vanavond hoor. Ik heb even ingestaan met mijn thee, het is inderdaad brandend heet. Dus de wedstrijd doorsproeien we al en de vraag is nu of het weer gaat gebeuren. Over de sproeien gesproken. Collega Jan van der Meijden op de trip naar de overkant. Ja, daar ben ik. Ga je even over de stoelen heen klimmen? Kijk, dat lukt hoor. Want ik zie hier volgens mij een liefhebber van vliegtuigen. Hallo, hoe heet jij? Abel. Hallo Abel, wil jij een vliegtuig winnen? Nee. Oh, nou dan ga ik het even aan jou vragen. Wil jij dan misschien, hoe heet jij? Pieter. Pieter. Wil jij een vliegtuig winnen, Pieter? Nee. Ook niet. Nou, is dat niet te geloven. Nou, jij wel. Als jij raadt waar Spike zit. En Spike is een vogel, hè? Misschien moet je een klein beetje omhoog kijken. Hè? Daar zit hij boven op het gemeentehuis, jongen. Jij biedt gewoon het Transavia vliegtuig, moet je nou kijken. Hè? Zo makkelijk kan het gaan, inmiddels de speelsters alweer op het veld. Dat heb ik niet geloven. Met dank aan Transavia en we eindelijk een derdehands vliegtuig weg kunnen geven. Maar we gaan gauw terug naar de game.
13-13 time-out aangevraagd door Team China naar de serie punten van het Team USA. Toch blij hoor dat collega Jan van der Meulen hier in het Beachstadion vanavond door iemand heeft blij kunnen maken met een afdankertje van Pieter van Vollenhoven. Die wilde hem niet meer. En zo is het Transavia vliegtuig van terecht gekomen op de tribunes in Apeldoorn. Onze part natuurlijk voor het WK Beachvolleybal 2015. Dat is jammer, we gaan weer spelen. Kelsey Verdurre met veld. En met name de Amerikaanse natuurlijk. Emily Day, de nieuwe partner van Jane Cassie. En 5 seizoenen actief, 36 toernooien gespeeld uit Californië. De bakermat van de beachvolleybal, net als Jane Cassie uit Californië afkomstig. 110 toernooien gespeeld. Winningen en al bijna 7 ton aan prijzen geld binnen. Emily Day serveert. Jullie rekenen mee, Apeldoorn, ik zie het. Gaan we ruim nog een speelhelft. Tot maken voor het vervolg van deze spannende, spannende strijd in de hitte van Apeldoorn. China gaat serveren bij de dames 1,88 meter en 1,84 meter lang. De 21-jarige Fan Wang en de 27-jarige Yuan. Kill block! Yes! Mijn blok. Sindsdien weet alles wat hier ook sinds hier geweest zijn wat links en rechts is. Want bij Kilbok begin je links, dat is links.
kijken naar de service van China. Don't worry, be happy, don't worry, be happy now. En de voorsprong voor de Chinese dames. 18 tegen 17 zijn 3 punten verwijderd van de overwinning in de eerste set. En dat tegen een zeer sterk duo, wereldduo uit de Verenigde Staten. En natuurlijk grootmacht Jane Cassie in het team. Maar het punt naar de US. Team USA blijft serveren. 18 tegen 18. Jane Cassie. Ja. 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 Zoveel ervaring. Moet er risico genomen worden met de service om druk te houden. Dat gaat zelfs bij Jane Cassie ook niet. This is beach volleyball. Set point, China. Fanwan Zhang Jue. First set, the China, Fanwan Zhang Jue. Bij de dames, China 1,88 meter, Fanwan 1,84 meter, Zhang Jue. 10 seizoenen al actief, Jue. Drie keer twee. En wij gaan kijken naar onze sterren. Transavia, Beach Girls. Transavia Beach Girls, muchas gracias. Maar hier in Apeldoorn nu. De volleybal hoofdstad van Nederland, we zijn proud to be in Apeldoorn. Apeldoorn, laat het horen voor Team China. En laat het horen voor Team USA. Everybody wants your body, so let's check.
van China. Chinese dames die in de pool, in de pool L, wisten te winnen van onze Danielle Remmers en Michelle Stiekema. Net aan dat wel, 21-17, 21-19, maar zij staan nu in de 16e finale in Apeldoorn. Change op 7 punten. De 4-3 in het voordeel van de Chinese dames nog. Maar Amerika vecht terug. En dat wil ik met die hitte, dames en heren, ook respect voor jullie. Vergeet niet te drinken, vergeet niet in te smeren. Het is warm in Apeldoorn. Voor China. Opmerkelijke misser van Jane Cassie, dat gebeurt niet vaak. China de serve. Naar de ranking voor dit toernooi. De Chinese dames als 12e gerankt voor dit WK. Amerika 19.
brother, check it out now. The funk soul brother, right about now. The funk soul brother, right about now. Are you sure who you're calling it? This is your last time. Let's do it. Long ball and hand, both. Maar de beurt gaat naar China. We hebben een voorbeeld van 8 tegen 6. Dat is 2 punten. Different of 2 points now. Ja, dat is een fout. Punt voor China. Geagiteerd kunnen we zeggen. Er gebeurt er niet zo vaak veel slordige foutjes ook. Dat gebeurt er niet veel. Jarenlang op hoog niveau gepresteerd. Zilver dus op de Spelen in Londen. Wereldkampioen in 2009. Even een jaartje ertussen uit geweest om moeder te worden. In 2014. Maar vanaf nu weer bezig om haar positie terug te veroveren op het wereldtoneel. Daar waar ze hoort. Maar dat valt nog niet mee vandaag. Heel even wij kunnen komen avond door. We vinden het geweldig dat jullie er zijn hier in het stadion. En natuurlijk genieten jullie van beachvolleybal op het hoogste niveau. We zitten inmiddels in de 16e finales. Wie nu verliest is meteen uit het toernooi. En kijk, dit is ook mooi, hè, dames en heren, jongens en meisjes. Fair play in beachvolleybal. Laat het horen voor Team China. Laat het horen voor Team USA. De voorsprong opgelopen naar 4 punten in het voordeel van China. Dan zijn we hier dichtbij een verrassing in Apeldoorn. Laatste puntje voor de Chinese dames. 4 punten nu weer het verschil. In deze laatste wedstrijd van het middagprogramma vandaag. Zo in een korte break. En dan gaan we ons opmaken voor het mannenprogramma. Met 4 wedstrijden bij de heren. En ook daar natuurlijk de duo's die al bij ons waren. Met Ellison en Bruno Schmid die vanavond gaan spelen. Smilovs en Plavins. En Kim en Patterson. Horst en Dittler. 4 koppels van Apeldoorn vanavond. Die bal gaat uit. Het verschil terug naar 3 punten. En met de technical time-out gaan we ons natuurlijk opmaken voor onze vriendin Apeldoorn. Geef ze, en dat is niet zo moeilijk, een heel warm applaus vandaag. De Transavia Beach Girls. De room is
Carmen, Melania, Patricia, Sandra, Lelia, Clara, Rocio en Elena. Servers van USA. De wedstrijd tussen Venezuela en Australië. Dan onze vrienden uit Brazilië die hier al de nachtje waren geweest. Dan de Fransen. Letland tegen Canada en Amerika tegen Oostenrijk. We gaan terug met China en de USA. En dan horen de vijf beide dames in Amerika komen uit California. Bal langs het net geschot.
en daarmee gescoord. Die jongens hebben zoeken de aansluiting in deze wedstrijd. Zo blijft het voordeel toch nog steeds voor Team China. Meid op 17 tegen de meid uit USA. Tegen 16 was steeds in het voordeel van de Chinese dames. USA serveert. Was op matchpoint in China. Dat we hier met 2018 nog steeds een matchpoint hebben voor China. Foutloos moet spelen vanaf nu met Jane Cassie de serve. Go, go! This is beach volleyball. China wins this match. And ladies and gentlemen, please give a big hand of applause. For the second best team of today. Emily Day, Jen Cassie, Team USA. And the winners of this match moving on in the World Championship Beach Volleyball. Fan Wang, Zhuang Zhu, China!
echte beachvolleybalfans. En ook de mensen die de losse kaartjes hebben gekocht. Hopelijk hebben jullie genoten van beachvolleybal. En kom je gauw nog een keertje terug. Dat is een prachtige sport. Straks vijf uur dus het programma. Twitter ondertussen even waar je geweest bent. Naar hashtag WKBeach2015. En vind je beachvolleybal leuk geworden? Wil je er alles van weten? Koop dan de beachvolleybalbijbel in de ban van beachvolleybal. Te koop met de boekhandel, te koop via internet. Prachtig boek van het ontstaan van beachvolleybal in Californië tot aan het WK beachvolleybal hier in Apeldoorn. Martijn, ik begrijp jouw mandarijn was niet goed genoeg. Nee, ik snap het. We denken dames en heren dat we afscheid gaan nemen van jullie hier uit het beachstadion van Apeldoorn. Namens ons allemaal hier in Apeldoorn, namens de gemeente Apeldoorn, de volleybalhoofdstad van Nederland. Dankjewel voor je komst hier naar het beachstadion. We hopen je vanavond te zien vanaf 6 uur. Voor de wedstrijd Venezuela.